Een interview voor DVS TV met Zico Soré. Zico, welkom. Dank u wel. Hey, heb je er zin in? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut. Heel veel zin in. Oké. Hey, en waarom kies je voor DVS speciaal? Omdat ik vanaf moment 1 gewoon gelijk een goed gevoel had. Ik kom hier binnen. De jongens waren gelijk heel welkomend. Faciliteiten hebben me ook wel onder de indruk gemaakt. Ja. Dus was eigenlijk geen reden om nog per se verder te kijken wat betreft Nederland voor mij. Dus, Oké. Hey, je hebt natuurlijk al een heel verleden achter de rug, als voetballer zijnde. Ja. Pek Zwolle natuurlijk. Daar ben je geweest. in de jeugd. Ja, klopt. Je hebt daar steeds in de vertegenwoordigende teams gezeten. Ja, vanaf de onderselectie. 15, dacht ik. Ja, zoiets. Ja. Mooi. En toen ben je gegaan naar? Tot de onder 21. 1 jaar nog jong, dan onder 21 Zwolle gespeeld. En toen in de winter in mijn tweede jaar naar Willem II gegaan. Daar 1,5 jaar gespeeld. En toen hier terecht gekomen. Ja. En waar woon je precies eigenlijk, als ik vragen mag? Ik kom gewoon uit Zwolle, ook altijd in Zwolle gewoond. Dan nu tijdelijk dan in Waalwijk gewoond, toen ik bij Willem II speelde dan. Ja. En nu weer terug dus. Nu weer terug naar, naar Zwolle. Ja, 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 ook wel lekker hoor. Nou heeft DVS best wel aanrakingsvlakken met Zwolle. Hè? Want Stef Nijland heeft er gevoetbald. Rick Dekker. Dat is natuurlijk wel heel erg lekker hè? Ja, zeker. Ik kende hun natuurlijk wel. Ook toen ik hier voor het eerst kwam. Zij mij logischerwijs nog niet helemaal. Maar dat was wel makkelijk binnenkomen zo. Ook met het carpoolen nu met Rick en Maarten rijden we dan samen. Ja. Ja, dat is toch makkelijk als je gelijk raakvlakken hebt. Zeg maar. Ja, oké. Je hebt gespeeld bij Indonesië onder de 20? Ja, klopt. Dat klopt? Ja, dat klopt. Wat voor niveau is dat? Is dat een beetje vergelijkbaar met derde, vierde divisie? Ja, het is niet vergelijkbaar met Nederland onder 20 natuurlijk. Maar het is wel... Ja, moeilijk te vergelijken hoor, want het is ook anders voetballen. Het is heel erg op de mentaliteit natuurlijk en het harde werken. Voetballend is het vanzelfsprekend wel anders. Ik wil niet per se zeggen gelijk minder, want ik vond wel echt dat... ik heb me wel echt toch wel verbaasd over dat het niveau echt wel zeker goed was. Maar het is gewoon anders. Het is gewoon net wat... Het is een beetje moeilijk om te vergelijken. Zeg. Ja. Als teams komen ze minder uit de verf. Maar het zijn wel vaak technisch vaardige jongens. Ik zou zeggen als team dat ze juist wel het goed samen doen. Omdat het juist de mentaliteit en de drive is dat hun draaiende houdt. Zeg maar. Ja, en daar heb jij ook een beetje van meegekregen? Ja, zeker. Dat vond ik ook heel mooie ervaring. Zeg maar. Dat toch ook op andere manieren je kan presteren, zeg maar. Ja, je bent ook lekker fit. Ja. Zit je ook veel in de gym? Of, Ja. Ik hou er wel van om voor mezelf ook wel het een en ander te doen. Ja. En deze voorbereiding was dan voor mij wel wat anders dan de voorgaande jaren. Omdat ik natuurlijk, ik heb ook veel zelf gedaan. En ook bij andere... teams, zoals het VVCS-team heb ik gezeten om fit te blijven. Ja. En dat is toch wel net anders dan normaal, maar ik voel me wel gewoon fit. Als je nou bij Willem II onder de 21 ben je dan verder niks anders aan het doen? Of volg je nog wel een studie of zo? Of wat? Ik moet wel zeggen, sinds ik echt op een gegeven moment ook betaald kreeg, ook bij Willem II, zeg maar, heb ik er wel echt voor gekozen om alleen voetbal te focussen. Ik moet ook zeggen dat ik ook voor mijn gevoel wel vrij weinig ruimte had ook nog verder om iets ernaast te doen, omdat het trainen wel heel intensief was en op het moment dat ik thuis was sliep ik eigenlijk. Dus eigenlijk nadat het echt jong werd, zeg maar, en toen was mijn middelbare school op een gegeven moment ook klaar, toen heb ik gezegd van ik ga toch wel echt gewoon vol voor het voetbal, zeg maar. Ja. En nu?
ja, nu zit ik daar inderdaad een beetje over te twijfelen. Ja. Het zit een beetje in zo'n tussenfase, zeg maar. Ja. Ik denk dat ik gewoon werk ga zoeken en gewoon een jaartje werken. Maar wel dat ik ook gewoon de focus op het voetbal kan blijven houden. En dat het niet... voor mij staat voetbal wel heel hoog, zeg maar. Hartstikke goed. Ja, want je wil via DVS toch nog proberen om eventueel richting... In eerste instantie heb ik wel gewoon echt ambities hier. Dus ik zou ook graag gewoon echt een mooi seizoen willen draaien en mooie dingen willen behalen. Ja. Maar zeker, dat heb ik ook wel vanaf het begin ook uitgesproken. Ik heb ook gewoon nog echt ambities in het voetbal om het liefst gewoon prof nog te spelen. Ja. Maar mijn focus ligt gewoon op dit moment gewoon hier mijn ding doen en samen mooie prestaties. En het niveau bevalt je hier? Ja, absoluut. Absoluut. Ja? Ja, zeker. Dat was Wel lekker, hè? Ja, dat was echt heel fijn. Ja, ja. En nu knokken natuurlijk tegen Jannik Bouwen. Kijk. Ja, dat is... Kijken wie daar nou uitkomt. Hè? Ik ben hier niet om... stennis te maken of zo. Ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we gewoon wat precies. Eruit gaat komen. Ja, dat is een hele goede reden. Ja, absoluut. Toch, uiteindelijk is ook teambelang super belangrijk. En ik ga gewoon voor een mooi seizoen. Ja. Hoe dan ook. Kortom, je hebt er zin in. Ja, absoluut. En wij als DVS TV ook, jongen. Ja? Ja, we hopen je vele malen te zien en te zien scoren ook met name. Hè? Ja, dat ga ik doen. Zo'n typische spitse doelpuntje als tegen WHC, dat was wel lekker. Ja, hè? Ik hoop er meer en heel veel meer te kunnen maken. Oké, hartstikke goed. Hey, heel goed seizoen, Zico. Komt goed, dank je wel. Bedankt.